Welkom bij Kinderen van Tomtydom. Wij hebben vandaag de officiële opening. Ik zit hier samen met mijn collega. Mijn naam is Randy Snijder. En ik ben Eva Holthuis. Het begon een aantal jaar geleden op de Kempenaarstraat. Toen hebben we de tweede vestiging geopend. Helaas konden we daar niet blijven en moesten wij iets anders gaan zoeken. Wij hoorden in oktober dat we weg moesten en toen zijn we eigenlijk vrijwel daarna meteen op zoek gegaan naar iets en liepen we tegen het oude politiebureau in Oegstgeest aan. Daar zitten we nu op dit moment. Er is al een aardige drukte om ons heen zich aan het verzamelen. Wij verwachten vandaag mensen die komen kijken en die geïnteresseerd zijn in kinderopvang. We hebben verschillende activiteiten gepland. En als het goed is, hebben we zometeen een officiële opening door de wethouder. De activiteiten die je vandaag kan doen, worden mede mogelijk gemaakt door een aantal kleine ondernemers in Oegstgeest. Zoals Moeder Maaltje presenteert een kookworkshop. Op zijn plek die geeft een workshop bamboe bouwen eigenlijk. En IJsje Klaasson die gaat je wat vertellen over de babygebaren. Daarnaast kunnen de kinderen zich uitleven met bellenblazen. En worden ze door een professioneel iemand gezien. Wij worden vandaag ondersteund, want we kunnen het natuurlijk niet zelf doen, door ons hele team van medewerkers. Die lopen door het hele gebouw rond om iedereen te vertellen wie wij zijn, waar wij voor staan als kinderopvang. Ze nemen ouders mee naar buiten om de buitenruimte te laten zien. Onder begeleiding kan er een kijkje genomen worden in de slaapkamer. We hebben verschillende ruimtes waar de kinderdagverblijf en de BSO gebruik van kunnen maken. Zo hebben wij de doelruimte voor het betere muziekwerk, dansen en springen. En waar onze nieuwste medewerker Margreet dansworkshops geeft. In het atelier hebben wij een aparte ruimte gecreëerd waarin kinderen zonder dat het erg is dat ze rommel maken, helemaal los mogen gaan met verf, met hout, met zagen. Dat ze echt daar de plek hebben om zonder rekening te moeten houden met kleinere kinderen hun fantasie de vrije loop kunnen laten. De buitenruimte is direct grenzend aan het atelier, dus daarmee kunnen we buiten ook naar binnen halen en andersom. Het atelier kan naar buiten worden gehaald zodat ze ook buiten de mogelijkheid hebben om te zagen en te timmeren. Zo hebben ze een eigen voetbaldoel gemaakt. We zijn natuurlijk net open. De jongens die zeiden van, we hebben geen doel, die zijn een doel gaan timmeren. Dat zijn de mogelijkheden die we hebben en dat is echt zo leuk. Dat hadden we op de Kempenaarstraat zeker niet. En dat hebben we nu door het creëren van deze locatie, hebben we veel meer ruimte gekregen met veel meer mogelijkheden. En dat is wel de kracht van Tomtydom. We zijn klein, maar op dit moment hebben we zoveel ruimte om ons heen om groot te zijn in wat we doen. Ja, dat is fantastisch. 13 jaar geleden inmiddels ben ik begonnen met Tomtydom. Dan begin je een bedrijf en moet er een naam gekozen worden. In die tijd was ik erg bezig met pedagogiek, met kinderen. De schrijver Tonke Dracht heeft De Zeefsprong geschreven. Die was ik op dat moment aan het kijken weer als jeugdsentiment. En daarin komt een illusionist voor, die heet Tomtydom. Het wordt dus wel anders geschreven, maar het is wel de klank is hetzelfde waaruit de naam is voortgekomen. En daarnaast, de kinderen die gaan allemaal naar Tomtydom, Tomtydom. Dus het loopt ook leuk. Lieve allemaal, welkom. Vandaag vieren we de officiële opening van Tomtydom. We zijn al een paar weken open natuurlijk. Maar vandaag hebben we de kroon op de afronding van het project. In het bijzonder willen wij graag even onze eigen mannen... In eerste plaats wil ik Eva en Randy heel hartelijk feliciteren met deze mooie locatie. Als gemeente stimuleren wij een ruim en divers aanbod van kinderopvang en buitenschoolse opvang. De aanpak van Tomtydom is absoluut een aanvulling op wat er al was en wat er misschien in de toekomst ook nog zal zijn. Wij zijn als gemeente ook verantwoordelijk voor de kwaliteit. Nou, ik kan u geruststellen, de rapporten die hebben van de GGD, want die doen dat voor ons, die laten, behalve wat kleine kinderziektes, eigenlijk alleen maar zien dat de kwaliteit uitstekend is. Dus ik zou zeggen, ga vooral op deze voet verder. En dan wil ik, want de kindertjes staan allemaal te wachten tot ik iets ga doorknippen, dat ga ik nu doen. Ik loop even om jullie heen, even kijken, waar zal ik... Houden jullie hem goed vast? Doe maar omhoog. Even omhoog tillen, even omhoog tillen. Laat maar zien de grote strik. 1, 2. Beetje aan de zijkant staan, zoiets.
Kijk eens even naar het vogeltje daar. Kijk eens naar het vogeltje daar. Goed zo. Yay! Gelukt. Jullie waren al binnen. Kom snel weer binnen. Dag. Hartstikke bedankt. Gefeliciteerd nog. Gefeliciteerd nog. En je schaar ook weer terug. Knap gedaan. Okay.